Lucky Lakner, aanstaande zaterdag. Binnenland, de tegenstander van de play-offs van vorig jaar. Binnenland is wat veranderd deze zomer. Hoe analyseer je dat team? Hoe beschouw je het? Nou ja, we hebben natuurlijk alle wedstrijden van Binnenland gezien. Ik vind dat ze net even wat groot spelen. Ik denk dat het wel wordt en voordeel en nadeel, offensief en defensief, dat voor hun en voor ons misschien. Want dan kijken, we gaan het klein en snel spelen en ze gaan het groot spelen. Dus dat moeten wij even zien wie het meest baat geeft in die gevecht. Denk je dat ze er beter op geworden zijn dan vorig jaar? Nou, misschien hebben ze net, ik denk dat ze net zo goed zijn, denk ik, maar alleen maar iets smaller op de bank. Toen hadden ze wat meer breedte misschien. Het worden dus twee verschillende speelstijlen tegen elkaar, zou je kunnen zeggen. Ja, ik heb in ieder geval wat ik tot nu toe heb gezien en gemerkt dat Binnenland niet zo op break speelt. Meer op secure en zeker en veel meer set plays. Veel ballen op Leonie, belangrijk in het team. En daar moeten we ook gefocust zijn. En wij hebben wat meer, kleinere, snellere meisjes die handig zijn en kunnen beter... van outside aanvallen. Dus dat wordt wel, denk ik, op zo'n manier gespeeld. Heb je deze week iets speciaals gedaan in de training voor de komende wedstrijd? We hebben gewoon dingetjes geanalyseerd en dan gaan we nog een keer doen zometeen. En dat was het speciaal niet. Dus dat is het zoals gewoonlijk dat je wedstrijd voorbereidt. Dat je weet wat ze spelen enzovoort enzovoort. Dat wel. Maar dat je wel in hele grote details gaat, zoals individuele klassen en dat soort dingen, dat hebben we nu deze keer niet gedaan. Dat komt wel later op het moment dat je play-off speelt. Nieuwe coach bij Binnenland, Joost van Rangelrooy. Ken je hem? Niet echt dat ik hem goed ken. We hebben wel een paar keer gezien en gesproken eventjes, maar niet... Het is goed dat ik ken die man, nee. Maar het lijkt me wel een goede coach van Binnenland. Wat verwacht je van de wedstrijd zaterdag? Ja, ik moet zeggen dat ik het niet anders kan zijn dan optimistisch. Want dat zijn wel dingen dat we veel in potentie hebben. En als, op het moment dat het uitkomt, voor 10 of 15 of 20 minuten, dan kunnen we hele mooie dingen doen. En vaak spelen wij tegen onszelf bijvoorbeeld dat je te veel gaan compliceren over een simpele open shot, dat we dat niet nemen of dat soort dingen. Maar voor de rest heb ik veel vertrouwen in het team en dat ze goed gaan spelen zaterdag. Oké, ik wens je veel succes. Dankjewel. Dankjewel.